hartelijk welkom hier in de Bron in Dedeswaaf. Wel leuk dat jullie er zijn. Ik weet niet of er ook fans van bepaalde dirigenten aanwezig zijn. Kijk. Goed, dames en heren, zoals u het wellicht wel kent, het is het bekende programma Maestro, wat ook op tv gebeurt. Vijf bekende Dedeswaarders en omstreken gaan proberen dit orkest te dirigeren en te laten spelen zoals ze geoefend hebben de afgelopen weken. We beginnen maar met vijf bruine enveloppen. Het is nog niet duidelijk wie wanneer gaat spelen. Dat zal nu bepaald gaan worden. Herman Dorgelman. Het is een statische Russische mars. Nieuw in het repertoire van de show Ben Jubo. Het is een prachtig tempo met een heerlijke bassolo erin. Waar Herman op moest letten was tempo, instrumentengroepen aangeven en bovenal de Russische sfeer naar boven halen. Dames en heren, Herman Dorgelman! Thank you.
achter enveloppen. Welke zal het worden? Ik pak de achterste. Ik hoop voor één iemand dat die is. Anders zijn ze zenuwen weg. Wie zou dat zijn? Ik heb het gevoel dat daar rechts inderdaad... Sorry, Bart Brunesse. Die dames en heren, Bart van Vele, Jan Klaarau, bekend uit de vele bekende Rocky-films. Het ligt lekker in het gehoor, het doet voor het tweede seizoen mee bij de show Benji Ball. Belangrijk voor de dirigent was het tempo constant te houden, geheel fris laten klinken en diverse groepen aan te geven. Dames en heren, Bart Brunesse! Thank you.
Dirigeren, Roaring in the Deep van Adele. Het is een heerlijk en moderne nummer. Ja, dat vraag ik zo meteen nog even hoe dat is. Maar goed, ze maar. Maar Esmeralda op moest letten, was goed en een fris tempo neerzetten. Dat waren de echte, ja, strak, ja, ga, precies. Diverse instrumentgroepen aangeven en goed omgaan met sterk en zacht. Dames en heren, Esmeralda Haartjes. Thank you.